Peter Hoefnagels is docent Nederlands. Hij daagt de leerlingen uit en zoekt grenzen op. Hij pakt alles anders aan. In de docentenkamer is zijn manier van lesgeven dan ook geregeld voeren voor discussie. In 1980 kwam nog 44% van de omzet in de detailhandel voor rekening van de zelfstandige winkelier. Nu is dat nog maar 15%. Oké, stop. Michael, neem jij het even over vanaf daar? Als je even zegt waar we zijn. Nou, dat lijkt me toch duidelijk waar we zijn. We zijn gezamenlijk aan het lezen. Hoe kan het dat je niet weet waar we zijn? Ja, ik word een beetje afgeleid, man. Aan wie ga je nu weer de schuld geven, hè? Aan Stanley. Wat praat je? Ik weet gewoon waar we zijn, hoor. Ik bedoel, het is alleen jij die niet weet waar we zijn. Dus kom dan mee. Michael, je bent volgens mij gewoon weer met vingertjes allemaal aan het wijzen wie allemaal de schuld is. Maar het vingertje moet niet die kant op, het vingertje moet daarheen. Hij praatte met mij. Hou je mond, jongen. Jij, kill. Ga eens weg, jongen. Jij weet niet waar we zijn. Ik weet waar we zijn. Hoe kan jij weten waar we zijn? Michael. Wees nog gewoon eerlijk. Michael. Jij zat nog met mij te praten, kerel. Rot toch op, man. Michael, hallo. Jij zat met mij te praten. Contact. Stanley. Ik wou gewoon lezen, kerel. Lesgeven is leerlingen doorhebben. Snappen waar ze mee bezig zijn. Leerlingen spelen heel vaak het spelletje... van ik kan niet weten, ik kan niet gedaan hebben. Huh? En kinderachtig gedoe. En wat doe je dan als leraar? Ga je daar dan serieus op in of ga je de strijd aan? En ik zeg, hun kinderachtig gedrag, nou, dan jij ook kinderachtig gedrag. Als jij kinderachtig gaat doen, ga ik ook mijn kinderachtig tegen jou doen. Michael. Is zijn schuld, meneer. Michael, tussen met Michael. Michaeltje, hallo, waar is Michaeltje? Oh, daar zit Michaeltje. Goed zo, Michaeltje. Heeft Michaeltje een vingertje? Laat je vingertje eens zien. En dan gaan we met het vingertje gaan we naar de tekst toe. Oh, we gaan eens naar de tekst toe met het vingertje en dan gaan we eens kijken waar we zijn. Even denken hoor, even zoeken naar het woordje hoofdwinkelstraten. Ga maar kijken, waar is die? Waar is die dan? Goed zo. Ja, goed zo, Michael. Goed zo, jongen. Zeker. Goed maar. Nou, begin daar maar weer verder te lezen, hè? Doe maar. Heel goed. Contact maken, dat is lesgeven. Constant contact. Constante interactie. Het is een wisselwerking. En niet zeggen van, ik ben leraar en ik sta hier op een eiland. En dit is de leerling en die staat hier op een eiland. En er is af en toe een bootje wat heen en weer vaart. Nee, het is een wisselwerking. En dat is ook de reden voor mij dat ik voordat het lesuur begin... in de deuropening ga staan en iedereen gewoon persoonlijk welkom heet. Merve, waar is je bril, Merve? Vergeten. Je bril vergeten? Ja. Dat meen je niet, hoe kan je dat vergeten? Youssouf, rustig aan hè, Youssouf vandaag. Ik hou je in de gaten. Jet. Albert. Hey, Sylvana. Sylvana, kom eens. Zit jij nou koud om te eten? Nee. Nee, ja. Volgens mij zit je koud om te eten, toch? Ja. Ik zie jou koude bewegingen maken. Mag ik eens kijken? In mijn boekje beschrijf ik ook hoe je contact kunt maken. De drie gouden C's. Complimenteren, confronteren en corrigeren. Dat zijn de drie gouden C's. Dat heb ik ook in een model weergegeven. Dit noem ik ook de contactdriehoek. En dan, ja, je zult merken dat je één leerling, die is gevoelig voor confronteren, de ander weer voor complimenteren en de ander weer voor corrigeren. Doe je mond eens open? Serieus? Ja, serieus. Ah. Ja, even lang, groter. Nee, onder je tong. Heb je hem doorgeslikt? Ja. Oké. Okay. Echt doorgeslikt? Erewoord? Oké. Okay. Goed, ga zitten. Hallo, even aan je werk, hè? Ja. Michael.
Wat is Silke? Wat? Wat? Je gooit een propje. Ja, dus? Maak jij dat uit? Dit is toch mijn probleem? Waarom zou je ermee bemoeien met wat ik doe? Ik ben helemaal... Jij gooit een propje, ja? En als je nou tenminste nog behoorlijk in de prullenbak gooit, maar je gooit in de Maas. Ja. Wat probeer je me nou te vertellen? Waarom gooi je die prop? Wat is er? Nou, ik heb geen zin om naar de prullenbak te lopen. Wat zeg je? Ik heb geen zin om naar de prullenbak te lopen. Ik probeer mij heel rustig te houden. Maar ik ben echt heel erg kwaad nu op jou. Echt heel erg kwaad. Dit is gewoon, nu ga je echt te ver. Wat is er met jou aan de hand? Ik ben echt, dit is gewoon zo'n ongelooflijk asociaal gedrag wat je doet. Nee. Silke, ja? Denk na. Denk alsjeblieft, doe dat rare blonde pruikje van jou op en denk na. Echt waar. Ik heb het gewoon echt, Silke, ik heb het gewoon echt helemaal gehad. Maar ook helemaal. Ja, ik wou hem in de prullenbak gooien, alleen dat lukte dus niet. En ik bedoel, hij maakt er zo'n groot probleem van. Ik bedoel, er zijn veel ergere dingen die gebeuren. Dat is hier maar niet te vergelijken. Het is heel klein. Dus. Alsjeblieft, ik wil gewoon dat jij nu opstaat en dat je propje in die prullenbak doet. Als je zo'n probleem... Je moet je mond houden! Hij was echt zo kwaad dat hij de prullenbak omgooide, dat die propjes eruit vielen. En toen stuurde hij iedereen zeg maar, het klaslokaal uit. Dus, ja, het was echt gestoord. De rest is vrij, hup eruit. Hup, weg. Dit accepteer ik niet. Ik ga dit niet accepteren. Ik ben verder gegaan. Ik kon mijzelf niet meer onder controle houden. Doei. Ja? Als u niet tegen troep kan, moet ik even nou, alsjeblieft, hou je niet. Ik had mezelf niet onder controle. Dit had niet mogen gebeuren. Weet je wat ik namelijk wil? Is dat jij ook gewoon een aanslaag. En dat jij ook gewoon een normaal gedrag gaat accepteren. En dat je niet allemaal propjes en onverschillig gedoe. Als ik propjes gooi, heeft niks met mijn examen te maken, hoor. En waarom zou je zich interesseren over mijn examen? Dat is mijn probleem, dat is niet uw probleem. Wat is dit? Wat ben je mee bezig? Ik denk dat uw examen niet hebt geslagen. Wat ben je mee bezig? Het is alsof je tegen een muur aan het praten bent. En soms ga je te ver. De vraag is, ging ik te ver? Nou, ik denk misschien met die prullenbak, maar... Maar laten zien dat het je wat doet. Prima. Wat ik net heb gedaan is mij gewoon heel kwetsbaar opstellen. Is mijn woede laten zien naar jou. Jij moet zeggen dankjewel voor je woede. Hoezo? Dankjewel, omdat ik dit aan jou geef. Ik geef deze woede aan jou. Moet ik blij zijn daarmee dan? Ja, dan moet jij blij zijn. Nou, ik ben er niet. Ik maak me druk om jou. Ik maak me druk om jou. Ja, dat geeft me op. Ja. Mezelf druk maken. Ik zou meer op mezelf druk maken als je je woede niet kan houden. Ik ben over een professionele grens gegaan voor jou. Ik heb die woede aan jou laten... Wat ga je doen? Dat zie ik toch? Doe even normaal en nu ga je... Nou heb je genoeg van. Echt serieus. Nu ga je naar de rector. En nu ga je naar de rector. En je gaat je dan melden. Maar succes met de troep, hè? Ga naar de rector, ja? Echt gauw. Oh. Ja, Yusuf. Hallo. Hallo. Ga zitten. Ik ga meteen maar met de deur in huis vallen. Ik denk dat je wel weet waar ik het over wil hebben, of niet? Nee. Niet. Woensdag derde uur. Bij Krieken. Wat is er gebeurd? Ja. Je begint te lachen, dus er is wat aan de hand. Je bent eruit gestuurd. Ik zal je even helpen. Je bent eruit gestuurd bij Krieken. Grote vraag, waarom deze keer? Dus vertel eens. Ik zat in de klas en Ahmed zat naast mij.
En we mochten geen geluid meer maken. Maar Ahmed zette per ongeluk mijn volume harder van mijn PC. Die deed hij meer horen. Ja, toen moest ik in één keer uit. Ah. Oké. Okay. En? Dat was het. Dat was het. Wat, heb je nog iets gezegd? Of, Ja, toen ik naar buiten liep en toen ik zeg maar, eruit werd gestuurd, schold ik hem nog uit. Aha. En wat heb je toen gezegd? Ik zei toen lul te gaan. Vieze lul. Oh. Dat heb jij gezegd. Ik zeg een vieze lul. Iemand schreeuwde vieze lul en toen zei ik, toen keek hij mij aan. Ja, maar je hebt net toegegeven dat je al lul hebt gezegd. Nou, dan is vieze lul ook niet echt heel erg bijzonder om dat ineens toe te geven. Ja, oké, okay, lul. Maar ja. Het zijn lul. Nou, oké. Okay. Youssouf, zeg maar. Je hebt lul gezegd. Ook goed. Lul is ook goed. Okay. Of het is juist, het is niet goed, maar dan heb jij lul gezegd. Als ik tegen jou zeg, hè, wat jij tegen meneer Krieken hebt gezegd. Als ik nou tegen jou zeg, hey, Youssouf, lul. Ja. Hey, een lul. Ja, wat zou je dan... Wat zou je dan Ja, zo dus. Hey, lul. Wat, dus het boeit je gewoon niet? Nee. Nee. Maakt je niks uit. Nou, dus ik kan gewoon lekker vieze... Of gewoon lul tegen je zeggen. Gewoon vieze lul tegen je zeggen. Hey, lulie. Ja? Nou, dat is goed. Dan ga ik jou voortaan als we in de klas zitten. Hè, en je hebt je boeken niet bij. Dan zeg ik, hey, Youssouf, hey, lul. Je boeken moet je bij je hebben. Klink, meneer. Kom. Ja. Ja, of vind je het zo leuk? Ja. Oh, nou, als ik een proefwerk voorlees van, nou, Jalisa heeft een 8, Albert heeft een 7. Nou, onze lul heeft een 6. Klinkt echt leuk. Ja? Ja, klinkt vind echt leuk. Ja, vind je leuk? Ja. Nee. Is toch niet zo leuk? Ik zit naar te houden, joh. Vind jij ook niet fijn? Als ik dat tegen jou zeg. Ik zou het niet fijn vinden. Nee. Dat is mooi, hè? Contact met Youssouf. Deurtje was confrontatie. Inzicht in zichzelf. En nu je eenmaal contact hebt, dan zeg ik, hup, dan ook meteen een stapje verder. Hup, de verdieping in. Weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen even in jou te verplaatsen. Ik ga gewoon eens inleven hoe jij... Doe normaal, hoeft niet. Hoezo, wat is dit? We kunnen gewoon normaal zo praten zonder dat jij mij hoeft te zijn of doet voordat je mij zijn. Ik kan gewoon... Afgelopen, joh, afgelopen. Afgelopen, gewoon klaar, afgelopen. Je kan niet in mij verplaatsen, is toch klaar? Ik kan toch gewoon nadenken? Jij kan dat niet, klaar. Waarom? Afgelopen. Waarom word je kwaad? Afgelopen, is gewoon klaar. Ik probeer gewoon hoe jij denkt. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Ja, maar ik wil... Ik weet zelf niet eens wat ik denk. Laat zitten. Wat zei je? Wacht even, Youssouf, wat zei je? Je weet zelf niet wat je denkt. Youssouf, weet jij hoe jij jezelf voelt? Ja. Ja? Soms voel ik me wel eens gewoon kut. Ja, ik bedoel... Als jij had gezegd tegen meneer Krieken, in plaats van je bent een lul, ik voel me... Kut. Wat was er dan gebeurd? Dat was anders gelopen dan wel. Hoe anders gelopen? Dat was gewoon beter gelopen, denk ik. Beter gelopen? Hand geweest. Niks aan de hand geweest. Ja. Dat is wat je zegt. Hoor wat je zelf zegt. Ja. Ik ben heel blij met dit gesprek. Mag ik gaan? Ja, je mag gaan. We zijn klaar. Fijne dag, hè? Ik meen het serieus, hè? Ja. Hier ben ik aan het kanoën, hè? En hier zit ik op een scooter. In Thailand zit ik op een scooter. Nou, gisteren in de klas had meneer Hoefnagels een verrassing voor ons. En toen had hij uit zijn tas een soort fotolijst met allemaal foto's van hem. Ja, dat vond ik wel heel erg leuk eigenlijk. Want er waren één foto van hem toen hij klein was. En een foto van hem op vakantie en eentje met zijn moeder. En dat vind ik wel leuk dat een leraar iets persoonlijks laat zien. En dat hij daar werk in heeft gestoken voor ons speciaal.
Dat wij hem ook, zijn bedoeling daarvan was dat we hem ook als mens zien en niet alleen als leraar. En moet je eens kijken? Hier, dit is ook meneer Hoefnagels. Kijk, kijk. Kijk eens naar zijn ogen. Ik kijk naar zijn ogen nu. En moet je eens kijken wat ik dan als Hoefnagels zeg. Hè? Dan zeg ik bijvoorbeeld, nou Yusuf, potverdorie, eruit. Eruit. Waar komt dat vandaan dan? Ik ben nou... ik ben nou Hoefnagels. Ja. En dit is... Dat is Hoefnagels. Dit is ook ja, precies. Heeft iedereen zijn huiswerk opgeschreven? Ja! Bladzijde 159 en bladzijde 160. En een zakelijke brief. Ga heen in vrede. Bergen. Wat heb ik tegen mensen gezegd dat ik het slecht ben? Hé? Ja, jij. Maar jij? Ik heb tegen mensen gezegd. Wat heb ik gezegd? Nee, jij hebt tegen mensen gezegd. Wat? Jij komt op neer. Iedereen vindt mij dus een slet. Nee, jij hebt niks gezegd. Ik heb niks gezegd. Ik heb het bij jou. Nee. Maar jij hebt tegen mij. Jongens, wat even hoor. Hoppla. Hallo. Merven, hallo. Wat is er aan de hand? Merve loopt dingen over mij te lullen, omdat ze gewoon zielig is. Maar ja, dat snap ik ook wel. Kijk hoe je eruit ziet. Oh. Doei, Merve! Okay. Na Dea zei, kan ik even met je praten? Ik zei, oké, ja, wat is er aan de hand? Toen zei ze opeens, waarom heb je gezegd dat ik een slet ben? Ik zei, dat heb ik helemaal niet gezegd, dat heeft Jalisa gezegd. En toen ging ik eruit, want Nadia zei iets over mijn uiterlijk. En toen werd ik emotioneel, ging gewoon weg. Oké, wat is dit? En nu loopt ze weg, hebben we dan iets bereikt? Ja, ze is weg. Nee, nou weet ze gewoon wat ze wel en niet moet zeggen. Zo simpel is het. Okay. En zij ontkent toch altijd alles, zie niet? Ze gaat weer andere mensen de schuld geven terwijl ze zelf is. Het lijkt er een beetje op alsof ik dus al op Merven zit. Nee, ze is gewoon een zielige papzak. Omdat zij altijd over iedereen praat. Jazeker, ik wilde Merve even ter sprake brengen. Ik vind haar gedragsmatig, cijfermatig, heel zwak op het moment. Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Ze kan zich niet concentreren. Zou het met pesten te maken kunnen hebben? Je ne sais pas. Met pesten te maken hebben, ja. Zo denk je aan pesten dan? Het was aanvankelijk een gewoon leuk, spontaan, open meisje. En nu vind ik er, vind er zo veranderd gedragsmatig. Maar ze geeft het ook niet aan. Als je daarna vraagt van hoe vind je het leuk op school? Ja, ik vind het leuk, nergens last van. Nou ja, wat wel is, als zij moet gaan samenwerken, als de klas zelf groepen mag maken, is zij wel altijd degene die je als laatste nog ergens moet gaan aanschuiven. Zij niemand die haar kiest. Niemand die naar Merve toe loopt. Nee, maar ik denk dat je het sowieso moet vermijden. Dat je het sowieso moet. Nee, maar goed, als je vraagt, valt je wat op, dan zie ik dat dus wel gebeuren. Misschien moet je ook niet beginnen bij Merve, maar meer bij de andere groep meiden. Die zullen meelopen. Bij de meelopers eigenlijk. Ik heb een klein onderzoekje gedaan in de klas. Ik heb iedereen op een briefje laten schrijven van... precies. Ik heb anonieme briefjes. Mochten ze inleveren met wie ze niet willen samenwerken. En wie het populairst was bijvoorbeeld. Goed, ik deel even briefjes uit. Ga niet bij elkaar lopen kijken. Het is echt anoniem. Dus ik wil ook niet dat je een naam eronder zet. Of goed. Maar heb je van tevoren tegen die leerlingen gezegd dat datgene wat zij in zouden gaan vullen, dat dat later ook besproken zou worden, klassikaal? Want als je dat hebt gedaan, denk ik, oké, dan heeft iedereen dat geweten. Maar als je dat niet hebt gedaan, dan zou ik niet voor die methode... Ja, maar dan had je geen eerlijk beeld gehad, denk ik. Precies. Want dan gaan ze echt niet invullen wat ze denken. Maar jij hebt voorgelezen, want er hebben zoveel kinderen gestemd op... Ja, ik heb geturfd. Ik heb gewoon geturfd van met wie wil niet samenwerken. Heb ik daar streepjes heb ik erachter gezet. Nee, jongens, het is een anoniem. En hoe reageren ze daar dan op? Want dan ben ik wel benieuwd. Weet je hoe ze reageren? Dit. Van, hè? En ineens kregen ze inzicht. En ineens zagen ze de structuur. Ineens zagen ze de verhoudingen van hoe er gedacht werd. Hè, er wil niemand met mij samenwerken. Nou, dan heb je maar ik denk toch de populairste. Dan kun je aan de slag. Precies, dan kun je aan de slag.
eerste vraag is, wat zegt u, Simon? Ik zou er niet voor gekozen hebben, maar... Ik kan toch niet? Je laat kinderen toch anoniem iets invullen? Ja, maar dat lees ik dan toch ook voor? Ik bedoel, Jet is populair. Niet mee samenwerken, Nadia. Oké, populair zie ik hier Nini. Dat bedoel ik. Nini. Nini is populair. Nou, wij zijn er heel erg bang voor dat die kinderen dat niet maar kunnen hebben. Maar volgens mij ben jij... Ik zeg, dat kunnen ze makkelijk hebben. Sterker nog, ze hebben er baat bij dat ze weten hoe die groepsstructuur in elkaar zit. Ik denk dat Merven wel fijn naar huis is gegaan, of niet? Het gaat erom dat mijn methode is openheid. Openheid laten zien hoe zitten de groepsverhoudingen in elkaar. Dat wat duidelijk is geworden uit die enquête, is dat Merven gepest wordt. 8 keer streepjes bij niet samenwerken, 0 keer bij populair. Maar toen ben ik met haar in gesprek gegaan. En dat zijn lastige gesprekken. Wat doe je? Je luistert, je probeert een ingang te vinden, je probeert je kwetsbaar op te stellen. En ineens, out of the blue, tijdens het gesprek, vraagt Merven aan mij van, ben jij wel eens gepest? En ik zelf ben nooit gepest, maar het gaf mij wel ineens een idee. Het was wel voor mij ineens zo van, oké, daar wil ik wat mee gaan doen. Wie is hier gepest? Nee, niet. Wie? Simon? Was dat een vinger? Ja. Oké. Heb jij wel eens verteld aan de klas dat jij vroeger gepest bent? Nee. Niet? Ik zeg, waarom zou je dat niet een keer doen? Ik zie verbazing. Je bent de voorbeeldfunctie dan. Ja, soms kan het helpen als je je kwetsbaar opstelt. Kwetsbaar opstellen, dat is het. Dat is het woord. Ja, je moet het wel willen, want ze kunnen ook gaan denken van... Wow, wat een watje werd jij gepest. Ik vind het ook, hè. Kom maar op, ja. Serieus? Ja. Nee, weet je, als je daarmee iets los kan weken... misschien bij bijvoorbeeld een Merve... Ja, doen... Hoef je niet over na te denken. Je zegt bam. Ja, dat heb ik net gedaan. Ja. Dus jij bij mij in de klas. Dan gaan we eens kijken hoe of dat wil werkt. Wil ik goed doorspreken van tevoren met je. Maar... Ja. En het werd zo erg dat ik op een gegeven moment in de pauzes niet eens meer durfde om in de aula te zijn. En dat ik mijn brood zelfs gewoon op de wc zat op te eten. Merve, heb jij nog een vraag? Nee. Iemand anders nog vragen? Vergeet even alle modellen. Vergeet de driehoek. De 3 gouden C's. En wat hou je dan over? Een leraar die ongelooflijk veel hart voor zijn zaak heeft. Die zich ongelooflijk betrokken voelt bij de leerlingen. Dat is de basis. Ja, dat ben ik. Wat heb jij op bladzijde 41, vraag 4. Wacht even, Silke, wat doe jij? Een propje in de prullenbak gooien. Geweldig. Mag ik even een klein applausje voor Silke? Dag Stanley. Dag meneer. Ja. Ik denk het eigenlijk een keertje niet. Waarom? Ik ga het morgen krijg ik hem terug. Ga er goed op passen. Sorry, maar dat gaat echt niet door. Ik ga niet zelf doen. Sorry, dat gaat echt wel door. Leraren die voor de klas vertellen dat ze vroeger ook gepest werden. Zou dat helpen? Of wat zou überhaupt helpen tegen pesten? Want pesten moet stoppen. Like deze video, word abonnee en tot de volgende week. Aflevering 6. Hoi. Abonneer, like en deel.